Henk, na lange voorbereidingen achter het bureau zijn nu echt de werkzaamheden op de zwaaier begonnen. Ja, dat klopt. We zijn vanochtend begonnen met heiwerkzaamheden. Eigenlijk is vorige week al begonnen door vrijwilligers door het uitgraven, zeg maar, alvast van de fundering. En we zijn nu bezig, of de mannen die zijn nu bezig met het heien om de fundering te leggen voor de nieuwe kleedkamers. Zoals je op de achtergrond kan zien, zijn ze daar druk mee bezig. Ja, eerst worden de nieuwe kleedkamers gebouwd. Vervolgens de tribune. Wat is een beetje de planning daarvoor? Nou, de planning zoals die er nu uitziet is dat we de voorrang uiteraard hebben gegeven aan de kleedkamers. Dat is ook nodig, hè, want die kleedkamers die zijn weer nodig, zeg maar, om het gebouw helemaal te dichten. Waarop straks ook weer het nieuwe sponsorhome komt en daarvoor dan weer de nieuwe tribune. Dus we willen nu eerst deze kleedkamers afmaken. Dat willen we uiteraard doen met zoveel mogelijk inzet van vrijwilligers. Om op die manier natuurlijk ook de kosten goed in de hand te kunnen houden. Nou, ziet er goed uit, want wederom zijn we erin geslaagd om een hele groep vrijwilligers aan ons te binden die ons hiermee helpt. Dus dat is fantastisch. Nou, het vervolgproject gaat dan zijn de tribune. Nou, daar wordt, zoals de planning er nu uitziet, ergens volgend jaar. De architect is nu nog druk bezig om alle puntjes op de i te zetten. Nou, daarnaast moeten we natuurlijk ook nog de nodige financiële middelen bij elkaar hebben. We zijn al wel een eind op weg, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. Ja, dus we hopen dat in de loop van het volgend seizoen te kunnen gaan realiseren en daarom, om daarmee dan een start te gaan maken. Ja, namelijk, hoe komt dan de nieuwe tribune en de kleedkamers, hoe komt het er een beetje uit te zien? Nou, zoals je dan hier op de achtergrond kunt zien, wordt eigenlijk de gang doorgetrokken van de kleedkamers. Er komen dan in totaal 3 nieuwe kleedkamers komen daarbij. Er gaat ook een stukje verbouwing plaatsvinden van een aantal huidige kleedkamers. Daarnaast is het dan zo dat de volgende fase van het project is dan de tribune en het sponsorhome. Nou, het is dan de bedoeling dat het sponsorhome als het ware komt te zweven op een constructie boven de huidige gebouw van de kleedkamers. En daarvoor verrijst dan die tribune. Die tribune die zal dan ongeveer helemaal tot aan het veld komen te staan. Dus ja, dan krijg je echt een tribune die kort op het veld is. In tegenstelling zeg maar tot nu. Nu staat hij er vrij ver vanaf. Dus dat is wel mooi. Ja, het sponsorhome gelijk daarboven. Dus je hebt vanuit de sponsorhome en bestuurskamer zeg maar ook gelijk zicht dan op het veld. Nou, dan willen we gaan kijken om de huidige bestuurskamer en sponsorhome een andere bestemming te geven. Dat wordt waarschijnlijk dan het secretariaat en ook de jeugdkamer. Dus dat is weer mooi. Dan kunnen we die ruimte ook weer heel goed inzetten. En bijvoorbeeld ook voor de pers op zaterdagmiddagen. Ja, en uiteindelijk willen we dan de huidige tribune, die willen we demonteren. En die dan weer aan de korte zijde van het veld opbouwen als staantribune. Ja, dan ga je als het ware een beetje een stadionidee krijgen. Dus dan komt de zwaaier er wel heel mooi uit te zien. Ja, dat is nog verdere professionalisering van de club. Ja, zo kun je het wel stellen. Hè. Wij zien uiteindelijk zeg maar, die nieuwe tribune en het nieuwe sponsorhome toch wel als heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de club. We spelen nu natuurlijk op een heel mooi niveau in die tweede divisie. Nou, we hebben ook altijd gezegd, onze ambitie als club is om op het hoogste mogelijk amateurniveau te spelen. Dat willen we blijven doen. Ja, om dat te kunnen blijven doen, willen we natuurlijk, of hebben we wel een bepaalde inkomstenstroom nodig. Nou, en om dat in elk geval te borgen en die continuïteit te waarborgen, denken wij wel dat het heel erg belangrijk is om ook onze sponsors zeg maar, steeds meer waarde te kunnen bieden. En het publiek en de toeschouwers ook op die manier aan ons te kunnen binden. Ja, zodat we hopelijk met Kozakkenboys nog heel lang op dit mooie niveau mogen blijven spelen.